Beste mensen, welkom op deze videopresentatie van om en nabij 20, 25 minuten, waarin ik praat met Henk Eringveld. Hij is de man achter het Pelgrimcentrum in Wittem in Zuid-Limburg. In een kort vooroverleg heb ik met hem afgesproken dat we elkaar tutoyeren. En Henk zei vanzelfsprekend, hè, de pelgrims tutoyeren elkaar, nietwaar? Dus bij deze. Henk, welkom in het programma. Dankjewel. Ik heb je zojuist aangekondigd als de man achter het Pelgrimcentrum in Wittem. Misschien kan je kort dat wat toelichten, wat Wittem is, maar misschien begin je met jezelf. Hè? Het zou leuk zijn voor de kijkers. Oké. Okay. Ja? Ik ben, om het maar heel officieel te zeggen, pater Henk Eringveld. Dat wil zeggen dat Wittem een klooster is, een redemptoristenklooster. Okay. Zoals zoveel congregaties, niet zo groot meer. Maar Wittem is vanouds een pelgrimsoord van een van de heiligen van de redemptoristen, de heilige Gerardus Majella. Dus vroeger kwamen zeer veel mensen, ook met de bus en zo, collectief vanuit allerlei progjes in heel Nederland naar Wittem toe. Maar ook heel veel mensen uit de streek, die hebben nog altijd de herinnering dat zij te voet naar Wittem gingen. Van vroeger met opa, dat weten we nog wel, helemaal uit Heerlen, te voet naar Wittem. En dat is eigenlijk de traditionele basis waarop we verder voortbouwen. Oké. Ik begrijp dat je zegt dat vooral vroeger, maar ook nu nog wel, mensen naar Wittem gaan. Ja. Betekent dat ook dat Wittem een heilige plek is? Dat heb je vaak, hè, bij pelgrimeren. Gaan naar een heilige plek. Ja, dat zie je ook, dat niet alleen maar mensen te voet pelgrimeren, maar ook heel veel passanten of gewoon mensen de streek regelmatig hier naar Wittem komen. We hebben verschillende kapellen waar men een kaarsje komt opsteken, ofwel bij Gerardus, of ook bij een icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Een hele mond vol, maar dat is dan de icoon die verbonden is aan de congregatie van de Redemptoristen. En dat maakt Wittem zeker een heilige plek waar mensen binnenkomen, eerbiedig binnenkomen. Je merkt het ook, ook al zijn mensen niet kerkelijk, dat ze dat met eerbied en respect hier naar binnen gaan. Oké, goed te horen. Maar jullie organiseren zelf ook wandelingen, pelgrimswandelingen. Ik zag zelfs op de site fietstochten, maar misschien eerst even over de pelgrimswandelingen. Ja, dat is eigenlijk om, dat doe ik als Klooster Wittem zelf, maar straks kan ik ook iets zeggen over een zeer sterk met Wittem gelieerde stichting, die dat nog eens extra ook doet met dagwandelingen. Maar wat betreft Wittem, we hebben bijvoorbeeld op zondagmiddag, wanneer er zeer veel mensen hier in het Heuvelland zijn, toeristen, maar ook dagjes mensen naar Wittem die een kaartje komen opsteken, hebben wij ook een programma Zomers Zondag Vieren in Wittem, met intern programma en inloopconcert en zo. Maar ook in die zomermaanden, juli en augustus, dagwandelingen of van korte wandeling van een paar uur in de omgeving met een religieus tintje. Een kloosterwandeling waarbij ook andere kloosters bezoeken. Een kruisjesontdekkingstocht, omdat in deze streek natuurlijk veel wegkruisen zijn. En met een stukje uitleg erbij proberen we mensen iets van het religieuze erfgoed van deze streek ook mensen daarmee kennis te laten maken met deze zomerwandelingen. Ja, ja, interessant. Want ik hoor het woordje erfgoed. Ja. En ik weet niet of je het expliciet hebt gezegd, maar er zit wel een bezinningselement in. Ja. En we noemen het eigenlijk ook iets van een natuurbeleving. Ja, bij dus eerdere elementen. Om dat eerste te zeggen, wij noemen eigenlijk onze wandelingen wandelen met een plus. Oké. Okay. En daarmee eigenlijk, we zeggen daarmee ook dat het is meer dan alleen maar wandelen. Het is toch mensen die meedoen, hebben toch een beetje een soort levensbeschouwelijke insteek, zonder dat het heel expliciet is. Vroeger waren bedevaarten zeer katholiek, hè, met bad onderweg, de rozenkrans enzovoort. En dat is verdwenen, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar met dat plus hebben we dat plus ook niet helemaal ingevuld, maar voor ons hoeft dat ook niet. Het mag ook heel open zijn. Maar de gesprekken die mensen voeren zijn duidelijk heel anders dan wanneer je puur alleen maar een natuurwandeling maakt met de IVR. Ja, ja. Dus het is natuur, maar het is ook plus bezinning. Ja.
religiositeit, erfgoed. Zijn het eendaagse wandelingen of meerdaagse misschien? Nou, we hebben een heel scala. Misschien is het goed dat ik ook eventjes iets vertel over die SPV, die Stichting Pelgrimswegen Voetpaden. Is ja. Op zich een zelfstandige stichting, maar heel sterk gelieerd aan Klooster Wittem. En die organiseren inderdaad elk jaar 10 tot 12 dagwandelingen. Elk jaar weer gevarieerd. Naar aanleiding van bijvoorbeeld een jaarfeest ergens in een plaats. Of een bepaald jubileum dat gevierd wordt. Of om bijvoorbeeld iemand die ja, heiligheid verdient als het ware in een zonnetje te zetten. Maar wij geven ook als SPV, want ik ben daar ook lid van. Die 25 jaar dat het bestaat, geven ook boekjes uit met meerdaagse wandelingen. Okay. Bijvoorbeeld naar Banneu, een vierdaagse tocht van Maastricht naar het Abdij Maria Laag in de IJssel. Dat is een zevendaagse tocht. Zo zijn er meerdere meerdaagse tochten. En nog terug naar Wittem. Wij organiseren ook elk jaar een Pierkepad. Dat is een wandeling van Wittem. Van Gerardus Bajella dus eigenlijk, naar Tilburg, waar een medebroeder van Gerardus, Peerke Donders, ook een van de voormannen is van de congregatie, de zalige Peerke Donders, die in Tilburg zeer bekend is. En ook daarvan hebben we een boekje, mensen kunnen dat individueel lopen. En niet alleen de route lopen, maar ook bezinningsmomenten zijn ingebouwd, maar ook zijn er groepswandelingen mogelijk. Elk jaar weer, die van volgend jaar september is nu al vol geboekt. Oké, okay. Oh, dat is bijzonder om te horen. Ja. Ja. Als ik zo even samenvat, dan zeg je Wittem een bijzondere plek. Mensen gingen daar vroeger naartoe, hè, om een kaarsje op te steken, of in ieder geval in het kader van bezinning. Maar jullie zijn ook gaandeweg, samen met die stichting Pelgrimspaden en Pelgrimswegen, camino's gaan ontwikkelen. Hè. Je noemt er nu een paar, er zijn eendaagse, maar ook meerdaagse. Ja. En mijn vraag zou zijn dat individuele wandelingen, groepswandelingen ook, begrijp ik? Ja, het is in principe, zoals wij die organiseren, zijn groepswandelingen. Okay. Ook met een hele lage formule. Men hoeft zich van tevoren niet op te geven. Het kost ook niks. Op tijd aanwezig zijn op de plek waar we starten, dat is voldoende. En het is eigenlijk een eendaags gebeuren. Maar een aantal wandelingen zijn uitgegroeid tot tradities. Wat wij beogen is dat plaatselijke groepen zelf die organisatie overnemen, zodat wij als SPV weer nieuwe wandelingen kunnen ontwikkelen. Ik noem een heel concreet voorbeeld. Je hebt het plaatsje Bannelt. Daar is de heilige Gerlachus patroonheilige, de enige Limburgse geboren, getogen en gestorven heilige. En zijn graf is een houtum Sint-Gerlach bij Valkenburg. We zijn begonnen met een wandeling op zijn jaarfeest te organiseren vanuit Bannelt naar Sint-Gerlach. Na een paar jaar heeft een plaatselijke parochiële groep dat overgenomen. Nu is het elk jaar, maar daar hebben wij als SPV helemaal verder geen zorgen over. Dat is een traditie nu geworden. Oké, okay. Ja. En zo zijn er meer van die wandelingen die een eigen, bijvoorbeeld naar de Sterren de Zee in Maastricht, is nu een eigen werkgroep die dat jaarlijks organiseert rond het feest van de Sterren de Zee, een wandeling naar de bekende Maria Plek in Maastricht, enzovoorts. Helder. Zeg Henk, wat me intrigeert is, jij zei, het zijn wandelingen, of het is wandelen met een plus, hè? Ja. Dat kan de individueel, kan kort zijn, één dag, kunnen wat langere wandelingen zijn, meer dagen. Dat plus, als ik je goed begrijp, kan erfgoed zijn, bezinning zijn, et cetera, hè, natuur. Maar reiken jullie dat plus ook aan? Met andere woorden, zijn de wandelingen begeleid? Gaat er een pastor mee, of een ervaren wandelaar? Of is het puur pelgrim op pad en ga maar. Nee, wij hebben als SPV, maar ook als Klooster Wittem uitdrukkelijk dat wij die groepen ook pastoraal begeleiden. Dat klinkt zwaar, maar dat in ieder geval een SPV zijn altijd 1 of 2 van onze stafleden lid daarvan. En wij verzorgen met name de bezinningsmomenten. Elke wandeling heeft een eigen thema. Okay. Die wat aangereikt wordt door vaak de dag waarop we lopen, hè, dat is heel duidelijk natuurlijk als je naar Banneu loopt of naar Mariaoord, ja, dat het thema is ontleend aan de figuur van Maria. We zorgen voor een aantal bezinningsmomenten onderweg.
In Limburg heb je natuurlijk prachtige wegkapelletjes, wat uitstekende plekken is om eventjes een moment met een gedicht of een gebed of een lied te doen. Een heel mooi voorbeeld is ook die pelgrims, die Pekenpad, dat is een 7-daagse wandeling vanuit Wittem naar Tilburg of omgekeerd door de prachtige Kempen, ook van België. En die elke dag heeft een van de 7 werken van barmhartigheid tot thema. Ah, ja. Omdat in Tilburg is er een museum van naastenliefde gewijd aan Peke Donders. En er zijn de 7 werken zeer actueel uitgebeerd. Dus wij maken ook elke dag een van die werken van barmhartigheid tot thema. Ja, ja, oké. Okay. Zeggen, er is vrij veel animo voor die wandelingen? Ja, dat wil zeggen dat sommige wandelingen lopen bijna ons uit de hand. In die zin, bijvoorbeeld een zeer klassiek geworden wandeling is de zondag voor Kerstmis vanuit Markraten naar Banneu in de Ardennen. Een bekend Mariaoord. Dus een flinke tocht, midden in de winter. Maar hoe strenger je het maakt, hoe leukere mensen, hoe meer uitdagingen ze vinden. En dan langzamerhand hebben zich allerlei groepen van al die dorpen bij aangesloten. En dat eindigt dan met een viering met zo'n zeker 400-500 mensen. Dus dat gaat dit jaar zeker niet door, helaas, met de corona, want dat is, dat kan gewoon niet. Lastig, hè? Ja, 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 zeker. Ja. Maar dat is duidelijk een hele drukke wandeling. Zo ook een zeer klassiek heilige hier, dat is Sint Brigida in Noorbeek. Een hele oude pelgrimsoord, daar wandelen we ook op 1 februari heen, dus ook in de winterse tijd. En dat is ook zo'n 90 tot 200, 150 mensen kunnen dat meedoen. Dat weten we niet, omdat het vrij is. Mensen hoeven zich niet op te geven. Ja, ja. Meestal zijn er zo'n 20 tot 30. En dat is een mooi getal om met elkaar op te trekken. Ja. Zeggen mensen, storen zich niet aan de drukte? Ik bedoel, als ik het toelig, de Camino naar Santiago wordt met name in Spanje nog wel eens als druk omschreven. Hè? Met name in de zomermaanden en voorseizoen. Daar ergeren de traditionele pelgrims zich wel eens aan. De vraag is trouwens wat traditioneel is. Maar ik hoor jou vertellen over een groot aantal mensen die in zo'n pelgrimage meelopen. Hè? Ja. Onder accent dan wanneer je alleen zou gaan. Dat is heel duidelijk. Dat is echt een verschil. Ga je alleen of je eigen groep? Groep heeft een eigen dynamiek. En vooral, ik vind dat heel interessant met Pekenpad. Dat doen we met maximaal 15 mensen. Gewoon vanwege de overnachtingsplek onderweg. He, je kunt niet zomaar gemakkelijke plek vinden waar je met z'n 20 of 30 in kunt overnachten. En daar is de eigen dynamiek dat mensen die elkaar helemaal niet kennen, ze geven allemaal zelf zich individueel op. Heel bijzonder is het dynamiek dat het toch een hoe verschillend ook een groepsgebeuren gaat worden. En dat het zeer interessant is, mensen die wisselen uit waarom ze meelopen. Er heeft een keer iemand gezegd die zich uitdrukkelijk atheïst noemt. En die zei, ik wil wel eens weten wat die katholieken allemaal doen. En dat gaf uitermate interessante gesprekken met anderen, waarbij traditioneel katholieken zijn. Maar ook, een zeer zwaar protestant in Staphorst. Nou, u kunt zich voorstellen dat zeer boeiende uitwisseling geeft van rond levensbeschouwing, je zingeving in het leven enzovoort. Maar dat laatste gebeurt waarschijnlijk gaandeweg die 7 dagen, hè? Ja, ja, inderdaad. Maar ik las ergens op de website, jullie website, mooie website, dat je ook stilte momenten in hebt gelast. Ja, inderdaad. Je gaat in feite je eigen tocht, maar je doet de hoogtepunten van de tocht, doe je misschien gezamenlijk, een herdenkingsmoment, of iets ergens, of in de kerk. Er zijn ook stilte momenten. Ja, er zijn ook stilte momenten, maar ik zelf hecht er nogal waarde aan ook, dat het ook een gezellige tocht is. Het is ook, kijk, pelgrimeren is ook recreëren, herscheppen. En het is altijd verbonden, ook hier zeker in Zuid-Limburg, met ontspanning. Het is niet voor niks dat er zoveel cafeetjes rond pelgrimsplekken liggen. Dat hoort er gewoon bij. Misschien is pelgrimeren ook wel de eerste vorm van vakantiehouden geweest. Als je interessant aspect, ja, wat je nu aanvoelt. Ja. En daarom ook maar stilte momenten. Vaak doe ik dat omdat mensen zo gezellig aan het praten zijn. En je loopt voorop, dan hoor je al die gesprekken. Dan denk je, zullen we eens een stukje stilte lopen? Sommigen vinden dat heel vervelend. Maar die zeggen na afloop juist de mensen die zeer veel gezellig praten,
hè, wat was dat nou fijn? Eventjes ja, ja, ja. Want daar zit iets van de begeleiding in, hè, waar we net over hadden. Ja. Ja? Dat je het laat gebeuren, maar toch wat accenten legt. Of een beetje in kader. Op een vriendelijke manier toch een leiding geven. Ja. Zeg, en mensen zijn uiteraard tevreden. Jullie hebben evaluatiemomenten na afloop. Ja, en nou eigenlijk vooral ook aan het begin. Kijk, als zo'n 12 tot 14 mensen bij elkaar komen die elkaar helemaal niet kennen, dan is natuurlijk een kennismakingsrondje van hoe heet jij en hoe heet jij niet genoeg. Het gaat er ook om de eerste dag gewoon hoe ervaar je dat nou? Gaan we niet te hard? Heel simpel, hè? Zoals het opzetten, momenten van bezinning onderweg. Heb je dat verwacht of niet? Dat je dat met elkaar uitwisselt en eventueel op elkaar afstemt, dat is al een belangrijk evaluatiemoment. En na 2-3 keer, dan heb je dat uitgesproken. Bijvoorbeeld dat iemand zich ergert, dat iemand wel ontzettend zit te kletsen alsmaar. Ja. Zeg dat, want anders wordt het een opgekropte ergernis die wekenlang zich opkropt. En dat moet natuurlijk niet, hè? Nee, precies. Maar dat als ik vooral dat hoor, dan zijn jullie terecht een pelgrimscentrum, hè? Want zo heb ik je al geïntroduceerd. Ja. Omdat mensen naartoe gaan naar Wittem, een oud fenomeen, hè? Ja. Mijn grootvader ging al, dus naar de plek zelf. Maar jullie organiseren ook wandelingen in maten en soorten, eendaagse, met groepen, maar ook meerdaagse. En begeleiden dat zodanig dat mensen daar ook goede ervaring mee hebben, hè? Ja. Niet alleen recreatie, maar ook wat bezinning. Aandacht. Ja, en ik denk dat ook een heel belangrijk element is. Mensen die zeggen van, goh, zo toch naar Santiago. Zou ik dat wel willen of kunnen? Dan is bijvoorbeeld zo'n Spierkenpad al een heel mooi, ideaal oefentocht. Ja. 7 dagen. Het is natuurlijk wel een tocht, samen met anderen. Maar mensen ervaren dat wel van, goh, het trekken zo meer dagen van huis zijn. Dat heb ik al eens een keer ondervonden. Via Perkenpad en dat geeft mij het duwtje om ook eens een keer wat langere tocht te maken. Ja, perfect. Nou, dat Perkenpad kan ik me herinneren als een fenomeen op jullie website. Ja. Misschien kan je het nog even noemen voor de kijkers. Want je hebt nou de klankkleur gegeven van jullie pelgrimagecentrum. Hè? Ja. Waar kunnen jullie vinden? Is dat Wittem en dan vind je dat? Of? Ja, dus nee, we hebben een eigen site. www.perkenpad.nl www.perkenpad.nl Ik heb hier achter het affiche. Witte naar Tilburg. Het affiche van Kaan. Kijk eens aan. Ja. Maar de algemene informatie? Ja, dus wat we hebben ook, zeg maar, daar heb ik hier liggen, is een, dat heb ik hier niet liggen zien. Maar er is ook een boekje waarmee je zelfstandig kunt lopen en die is via de boekhandel te verkrijgen. Heet gewoon Perkenpad. Met Henk Erik wat als auteur. En wat niet alleen dat boekje aangeeft, een routebeschrijving, hè, met landkaartjes, met kaarten, zijn het ook juist die bezinningsmomenten. Daar zitten ook een paar rituelen in. Bijvoorbeeld wat wij ook altijd doen, of bijna altijd, is elke wandeling beginnen met een klassiek pelgrimsreisgebed dat uit de middeleeuwen stamt, wat pelgrims ook al baden als ze naar Santiago gingen. Dat is een beetje geactualiseerd, maar dat bevelen we aan om zo ook een openingsmoment te hebben om daarmee te zeggen, je schaart je in een lange traditie die al heel oud is, van mensen die trekken naar een heilige plek, zo'n oud pelgrimsgebed. En die 7 thema's werken we uit, ook in dat boekje Perkenpad, om individueel te lopen. Okay. Wil je in een groep mee wandelen, oftewel van Wittem naar Tilburg of Tilburg naar Wittem, dan doen we dat eens in het jaar, want ik heb een druk agenda, dus ik kan me niet veel extra weken permitteren. Maar die van komende september is eigenlijk al vol geboekt. En ik heb net besloten om 3 weken later, eind september, opnieuw diezelfde tocht te doen. Gewoon omdat mensen een week, heel het jaar door te zeggen, het zit vol. Dat is ook wel erg vervelend. Maar misschien na deze uitzending, hè? Ja. Dat je nog wel een tweede, nog een derde of een vierde moet organiseren. Ja, wie weet. Omdat de animo heel groot is. Maar nog eventjes heel kort, waar kunnen mensen jou vinden? Klooster Wittem? Ja, dus ook voor alle wandelingen. En ik kan 2 sites noemen. Dat is www.kloosterwittem.nl. Heel simpel. www.kloosterwittem.nl.
Dat lijkt me voldoende. En ja, die dagwandelingen van die eigen stichting, dat is www.spvlimburg, aan elkaar geschreven, spvlimburg.nl. Prima. Ja, in ieder geval kloosterwittem.nl. Ja, daar is weer een doorverwijzen naar die stichting. Ik hoop dat jullie veel aanmeldingen krijgen. Want het programma oogst heel leuk. Ja. En er zitten prachtige aspecten in. Dankjewel voor het gesprek. Oké, en jullie heel veel succes met het verder project. Ik zal met belangstelling volgen. Dankjewel. Oké. Ga je goed. Oké, hetzelfde.